Ja, ja, hier is Fischie weer en welkom bij Call of Duty World War 2. Ja, we gaan vandaag een potje Gun Game spelen. En voor de mensen die het niet wisten dat Gun Game erin zit. Gun Game zit erin, sinds gisteren op je zijn. Gisteren was het de 14e, moet even spieken. 14 december en het is vandaag dus 15 december. En ik neem even een potje Gun Game op. Ik dacht mezelf, hartstikke leuk, hartstikke fijn. He, lekker laten zien hoe Gun Game werkt. Gaat tot de 17, dat voor de duidelijkheid. Je krijgt elke keer een wapen en als je hem killt met een wapen, promoot je naar een volgend wapen. En je ziet de relatie links in het scherm staan. Je ziet het daar, de wapen staan waarmee ik op dat moment speel. Niet elke map heeft dezelfde relatie. En er is een sweeping radar, wat natuurlijk heel erg fijn is. Nou, let's in ieder geval fucking go. En dat was echt verschrikkelijk slecht van mij. Maar ja, we gaan even kijken of ik... Of wat ik kan halen. De bar met een... Wat de fuck is dat voor ding erop? In ieder geval een bar. 2 bar. 3 bar. Dat is mooi. En ik moest er van de hip proberen. Kijken of ik hem kon killen. Daarmee met een e-kokje. De type 100. De type 100. Die is ook dood. En dan krijgen we hierna de toggle action. Ja, ik weet niet wat voor wapen dat nou is. Maar in ieder geval... Het is niet een wapen wat ik standaard zou kiezen. Oké, okay, dan. Ook dan volgende. De STG 44 ook weer met een of andere vaag. Een e-kokje erop of zo. Hoe noemen we dat? Een scopie erop. En ook die is weer gedaan. Dan spawnt hij waarschijnlijk hier. Of niet. Of wel. De MP40, dit voelde ik al met schieten. De M1 Garand, dat is dus een one-hit boy. Wonder. De M1 Garand. Wel vet dit trouwens aan deze. Is het reloaden ervan. Dan krijgen wij de Shot-Off Shotgun. Oftewel eentje met een Incendiary. Ja, Incendiary Rounds. Oftewel. Je staat in de fik. Daarna. En kom maar terug alsjeblieft. En bullshit dat ik iemand niet kill. In ieder geval, dit is de GPMG. Geen flauw idee. Ik ken het hele wapen niet. Maar op zich schiet wel lekker. De M1903, dat is een sniper. En daar word ik niet vrolijk van. Als ik eerlijk ben, dat is zo'n triggervinger. Dat je 80 keer iemand moet raken met de sniper. Waar ben je? Oké, okay, gelukkig ben je echt zo verschrikkelijk slecht dat ik daar vanaf ben in ieder geval. De SVT. Oh, dat is ook een triggervinger ding. Echt, ik ben zo slecht met die sniper, joh. Oké, okay, dan weer eentje gedaan. Oh, lekker. Snipertje weer, de Lee Enfield. Niet zo'n heel groot probleem, wou ik zeggen. Ik heb best wel veel gesniperd de laatste tijd. Ik krijg een pistool, de 1911 pistool. Dan, oké. Okay. Dan de Panzerschreck. Ja, het is een rocket launcher. Dus eigenlijk, ja. Oh, die was eigenlijk best wel lekker. Want de hits zijn daarvan echt kut. Pistol, dat was mooi. De Car 98, dat is ook weer een sniper. Ik zie dat ik nu een sniper heb zonder e-cocking. En ik moet je eerlijk zeggen, ja, dat is eigenlijk puur aids. Dat is een... Die heb ik nooit meer gespeeld. Het is gewoon elke keer anders ook, hè, die relatie. Dus ja, ik kan niet er... Oh, best wel kut is dit. Hij lijkt een beetje op die van Black Ops 2. Een hitmarker. Oh my god. Kom op, Visionator NL. Crossfire. Iemand heeft hem ook. Dan. Oh.
Kom op, Fish. Nu wil ik hem ook halen ook. Kom op. Kom op, Fishy. Random. Nee! Het zijn trouwens 18 kills. Ik zei 17, waren 18 kills. Ja, het zal geluk hebben ook, hè. Het is ook elke keer anders. Het is niet zo dat ze even zeggen, nou, ik ga even inkomen. En dan ga ik te veel halen, hè. Nee. Zo ver voor. En dan verneuk ik het toch weer. Bah. Nou ja, het is niet anders. Hoort er ook bij, hè? Je kunt niet altijd winnen. Overigens, eigenlijk is het wel een win als je gewoon eerst bent. Dus, soort van, het is een soort van overwinning, toch? Ik kan in ieder geval mijn dansje even doen. Hey. Yeah! En we hebben nog zo'n bijdrage gekregen, nou, dat moet je heel erg doen. 10.000 XP, nogmaals, als je dus je kill, KD telt absoluut niet mee, dus dan ga je 50 keer dood in een potje. KD telt niets, telt daarvan mee. Ja, wel, je unlockt wel alles ervoor, dus dat is wel leuk als je alles unlockt. Kijk, heel veel XP kan je gewoon farmen zonder je KD te vinden. Dat is hartstikke mooi. Jongens, vergeet niet een like te geven op deze video. En vanavond ga ik streamen met Paaltje. FIFA. Bye bye. Later.